Een hele goede avond, lieve stripvrienden, comicfans en andere fanaten. Hier even een stripvlog van jullie stripverzamelaar. Want het is natuurlijk een prachtige dag geweest vandaag, op woensdag 10 april. Lekker zonnig, het is nu ook nog lekker zonnig. Vandaar dat ik ook deze vlog nog even voor jullie kan opnemen. Want bij Thuiskomt kreeg ik een aantal stripgerelateerde zaken, waaronder deze nieuwe Eppo. En deze viel mij even op, omdat de voorkant laat Douwe Dabbert zien. Maar wel een heel andere Douwe Dabbert dan dat we gewend zijn van Piet Wijn. Want dit is weer zo'n hommageverhaal en deze is getekend en geschilderd door Jorg de Vos. En misschien kennen jullie die ook nog wel van de reeks Storm, die Romano natuurlijk samen met Jorg heeft gemaakt. Althans de eerste album zeker. En inmiddels is Jorg gewoon andere dingen gaan doen. Geen echte stripprojecten meer. Maar op een gegeven moment vroeg Eppo aan hem van: wil jij nog een hommageverhaal maken van Douwe Dabbert? En ja, daar had hij wel oren naar, want het is van hem ook een favoriet personage binnen de stripwereld. Ja, en kijk nou eens hoe mooi dat is gemaakt. Het is toch prachtig geschilderd. Het is een hele eigen stijl. Ik vind dit plaatje ook wel heel erg mooi zo in de sneeuw. Ja, ik ga niet te veel natuurlijk echt erop in, want dat moeten jullie zelf maar gaan lezen. Maar ik vond het wel heel erg leuk om dat te zien. En ook in deze Eppo werd ook nog even een advertentie geplaatst van Gerard Lever. Wij hebben hem aankomende maandag te gast bij Bammer de Bam. Dus ik wilde toch even dit laten zien, want ook hier wordt een nieuwe bladzijde uit het dagboek van Glever getoond en wordt gepubliceerd in de volgende Eppo. Ja, en verder zag ik nog ook een mooie advertentie. 5 mei is het natuurlijk weer strips op de markt in Gouda. En ja, ik zal er zeker zijn, want ik heb bij Romano heb ik een hele mooie commissietekening in opdracht staan van een Spider-Man samen met Mary Jane. En hij heeft me al wat voorstudies laten zien. Nou, die zien er echt geweldig uit. Dus ik kijk onwijs uit naar dit event. En daaronder zitten een aantal comics die ik heb besteld op Facebook. Want zo nu en dan heb ik via Facebook groepen worden er comics aangeboden voor een mooi schappelijk prijsje. En Roberto Keven, dat is een van de leden van de groep, die had een aantal comics in de aanbieding. En ja, ik zag deze X-Force, die ook nog een echte trading card bevat. Ja, en het grappige is, hij dacht toen van: nou, ik stuur je een paar comics die je besteld hebt. En in elke comic heeft hij een trading card gedaan. En dat zat er niet standaard bij. Kijk, bij die X-Force wel. Maar bij deze Mask bijvoorbeeld niet. En daar zit dan een X-File trading card bij. Wat ik erg leuk vond van hem. Daarnaast heb ik nog deze prachtige Virgin van Gargoyles besteld. En ook hier zit een trading card bij van die X-Files. Gewoon ontzettend leuk dat hij dat erbij doet. Want dat hoeft hij helemaal niet te doen. Ja, en deze gave comic van Mighty Mouse was ik ook wel benieuwd naar. Die had hij ook aangeboden. Dus ook daar weer een trading card bij zittend. Ja, en deze vond ik ook wel heel gaaf, want Darkwing Duck, die verschijnen niet meer. En dit is ook weer een deeltje die ik miste. Dit is nummer 8. En dit heeft een hele leuke action figure variant. En daar zat dan deze trading card bij. Ik weet niet precies van welke serie dit is, maar ik vind het wel heel erg leuk. Ook een soort van, ja, spelkaart joker. En de laatste, ja, toch wel heel erg klassiek. Een Smurfencomic van Marvel ook in dit geval. Dat vond ik ook wel heel erg grappig. Althans, ik weet niet exact of het nou Marvel is. Ik zie hier wel Smurfnapper, een classic story. Ik weet niet precies wie ze uitgeven, maar ik was gewoon erg benieuwd naar deze comic. En hier zit dan weer een Star Trek trading card bij. Ja, hoe gaaf is dat? Dus het is gewoon even een klein pakketje van dingen die ik heb binnengekregen. Leuk dat jullie er even naar gekeken hebben. En ik zou zeggen, op naar een volgende vlog maar weer.